Inzicht is een school met veel keuzes die je kan maken. Zowel praktisch als theoretisch kun je veel doen. Ik vind het een leuke school. Er zijn heel leuke vakken. En ik vind zelf kunst en cultuur het leukste vak op school. Want daar doe je allemaal dingen met je handen en ga je allemaal knutseldingen doen. Nou, mijn schooldag begint om 8:30. En dan ga ik eigenlijk gelijk naar mijn les toe. Een les duurt ongeveer 50 minuten bij ons. En dan hebben we ongeveer 3 keer pauze op een dag. Vroeger of later uit kan ook te maken hebben met het maatwerkuur. Het maatwerkuur biedt leerlingen extra tijd en ondersteuning voor de vakken die zij op dat moment nodig hebben. Ze kunnen hiervoor uitgenodigd worden door de docent. Of ze kunnen zelf kiezen welk maatwerkuur zij willen volgen en waar zij extra ondersteuning bij nodig hebben. Op inzicht krijgen de leerlingen in de eerste klas te maken met zowel een mentor als een coach. De coachmomenten zijn 4 keer per jaar. En tijdens de mentorlessen bewaken we wat meer de rode lijn die de klas aan zich moet volgen. Je kunt bij je coach kun je altijd terecht. Mocht je problemen hebben of mocht je iets last hebben. Maar mocht je ook zeggen van ik heb een goed cijfer gehaald, dan kun je ook daarbij kwijt. Als je als leerling zijnde bij ons op school komt in het eerste jaar, dan is het voornamelijk kennis maken met het VMBO. Leren ervaren hoe het gaat op het VMBO. Kom je dan in klas 2, dan gaan we al wat meer richting de keuzes. En die keuzes worden mede door de mentor en de coach, als wel de decaan bepaald. In deze keuze is de leerling altijd leidend, maar dat gaat in overleg met ouders, leerling en mentoren / coaches. In jaar 3 kun je kiezen uit een breed aanbod van leerroutes. En deze leerroutes die geven een hele brede oriëntatie en ze stomen je klaar eigenlijk voor het mbo. Het bijzondere aan PTRS Inzicht is dat je vrij bent in de keuzes die je maakt die het best bij jou past. Voor mij is Inzicht de school waarin het gebeurt. Er is actie, er is ruimte voor talentontwikkeling. Mensen kennen elkaar, er is verbinding en er gebeurt veel.